welkom in de ADM Greenhouse Garden. We zijn 5 jaar geleden begonnen met een tuintje hier op de ADM. Een beetje gebaseerd op permacultuur, waar we willen elementen van de natuur, maar ook cultuur meenemen om een eetbare tuin te maken. Elk jaar hebben we bij de lente equinox hebben we een werkdag, tuinwerkdag, om het tuin op gang te brengen voor de nieuwe jaar. Dit jaar hebben we een mooie geodesic dome gebouwd als broeikas. Dit hebben we gedaan in de vorm van een workshop, waar veel mensen kwamen meehelpen met het bouwen van die dome. We hebben hout gekocht hier over de kanaal in Zaandam. Er werd gezaagd met een windmolen. Het is larixhout. Dat is een duurzame soort, groeit snel. Het komt uit Nederland. En dus we hebben daarvoor gekozen, ook omdat het duurzaam is, in dat het lang goed blijft. En die delen hebben we hier weer verzaagd tot de juiste vorm en de juiste lengte. En de driehoeken gebouwd en dan plastic eromheen gespannen. Dat was allemaal in de vorm van een workshop, zodat mensen mee konden doen met deze dome bouwen. In de tuin hebben we heel veel verschillende gewassen. We hebben ook een kruidenspiraal, we hebben ook een klein vijvertje. En in die vijvertje is ook een moerasgebied waar de munt en waterkers in groeit. We hebben een heel klein boomgaardje met appels en peren. En langzamerhand breiden we uit. We gebruiken iets wat hugelcultuur heet. En dat is het maken van grond uit oude boomstammen, boomtakken en compost. En dan daar groeien we onze gewassen in. En langzamerhand wordt dat allemaal bruikbare aarde. En dat is een manier waar we hier op deze anders voedingsarme zandgronden wel eten kunnen groeien. Mensen van ADM kunnen van de tuin eten. Gebruiken de oogst of de opbrengst ook in de kroeg hier in onze keuken, volkskeuken. En op een gegeven moment in de herfst is er natuurlijk heel veel. Dus pompoenen en courgetten en zo. En dan hebben we een oogstfeest. En dan oogsten we alles met de kinderen samen. Ook vaak in workshopvorm. En dan eten we dat allemaal gezamenlijk op.